Dames en heren, hartelijk welkom bij SPUI 25. Hartelijk welkom bij de Jacob Israël de Haan lezing. De jaarlijkse activiteit van het Jacob Israël de Haan genootschap. Ik heet Jaap Goedegeburen in het bijzonder. Welkom onze spreker van vandaag. Hoogleraar, oud-hoogleraar moderne Nederlands letterkunde te Leiden. Straks meer over hem. Zelf ben ik... Lid van het bestuur van het Jacob Israël de Haan Genootschap. Mijn naam is Jacqueline Bel. Ik ben hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de VU op de Multatuli-leerstoel. En ik vervang vandaag Marita Matthijssen, de voorzitter van het Jacob Israël de Haan Genootschap. Zij is helaas verhinderd door persoonlijke omstandigheden en dat betreuren wij zeer, zij trouwens ook. We vinden het ook jammer dat we niet alle 157 inschrijvingen voor deze lezing hier in levende lijven kunnen ontmoeten. Maar iedereen zit thuis te luisteren en straks te kijken naar Jaap Goedegeburen. Dus ook iedereen thuis van harte welkom. Wij betreuren de afwezigheid van Marita Matthijssen zeer. Vooral ook omdat zij vandaag zou aftreden als voorzitter van het Jacob Israël de Haan Genootschap. Zij heeft dit 13 jaar op geweldige wijze gedaan, het voorzitterschap. En wij willen haar natuurlijk eigenlijk graag persoonlijk bedanken, maar dat lukt niet. Het pikante of misschien een beetje ingewikkelde is verder ook dat ik haar zal opvolgen als voorzitter. En het is natuurlijk een beetje gek om jezelf aan te kondigen als vervanger, maar ik hoop dat u het mij vergeeft. Marita Matthijssen is jarenlang een drijvende kracht geweest achter het genootschap. Zij is ook een van de oprichters geweest. Samen met Gert Hekma, die hier aanwezig is, nog steeds bestuurslid. En met Emiel Schrijver. En ze hebben al die jaren ook gewerkt aan publicaties. In het begin een tijdschrift dat ik had willen laten zien, maar het ligt daar nog op de bank. Een tijdschrift dat gewijd was, of een themanummer aan Jacob Israël de Haan. En vervolgens zijn bijna alle lezingen ook in druk uitgegeven. En dit alles is mede mogelijk geweest door Marita Matthijssen. Die groep liefhebbers van Jacob Israël de Haan, die vond het destijds nodig om een genootschap op te richten. Of het was destijds een stichting. Het is slechts een paar jaar geleden tot genootschap omgevormd. Dat gebeurde samen met de UvA, afdeling bijzondere collecties. En waarom aandacht voor Jacob Israël de Haan? Nou, dat is natuurlijk een open deur, want het was een buitengewoon interessante schrijver. He, dat weet u allemaal. Jaap Goedegeburen zal er straks nog veel over vertellen. Hij heeft schitterende romans geschreven, Pijpenlijntjes, taboe doorbrekend over homoseksualiteit. In 1904 een absoluut taboe. Hij heeft schitterende gedichten geschreven over zijn Joodse achtergrond. Tenslotte ook mooi journalistiek werk over zijn verblijf als journalist voor het Handelsblad in Jeruzalem. Uiteindelijk is dat correspondentschap hem duur komen te staan, zoals u weet, omdat hij daar vermoord is in 1924 door Zionisten. Wat misschien ook interessant is en wat u ook allemaal weet, maar ik wil toch graag memoreren, is dat Carrie van Brugge de zus was van Jacob Israël de Haan. Dus het was een literair gezin, zou je kunnen zeggen. En ze hadden ook een goede verhouding. Maar ze kon het goed met elkaar vinden. En Jacob Israël de Haan komt ook voor in het werk van Carrie van Brugge, maar dan gefictionaliseerd. Hoe het ook zij, Jaap Goedegeburen gaat straks nog veel meer over Jacob Israël de Haan vertellen. En ik wil graag nog even terug naar Marita Matthijssen, die dus in samenwerking met andere bestuursleden natuurlijk jarenlang ervoor gezorgd heeft dat er elke keer weer specialisten op het gebied van Jacob Israël de Haan mooie lezingen hebben gehouden. Ludie Giebels, hier aanwezig, heeft een mooie lezing gehouden. Jan Fontijn en nog vele anderen. Ik spiek even op mijn blaadje.
Intussen is het misschien tijd om over te stappen naar Jaap Goedeburen, maar niet dan nadat ik Marita Matthijs ontzettend bedankt heb voor haar tomeloze energie en het voorzitterschap van het Jacob Israël de Haan Genootschap. We hebben nog een presentje voor haar, maar dat kunnen we haar niet geven, want ze is hier niet, dus dat komt later. Er is ook nog een beetje goed nieuws. Marita Matthijs blijft lid van het bestuur, dus we kunnen toch nog van haar blijven profiteren van haar kennis en van haar ideeën. Nou, ik kondig dit net al aan, Jaap, Goedeburen, die ik graag introduceer, hoewel hij misschien geen introductie behoeft, want ik neem aan dat alle literair geïnteresseerden die hier willen luisteren naar deze lezing ook bekend zijn met het werk van Jaap Goedeburen. Hij is al sinds jaren een bekende figuur in het letterkundige leven, allereerst door zijn wekelijkse recensies in de Haagse Post. Heeft hij jarenlang achter elkaar gedaan. Op dit moment is hij recensent van Trouw. Hij is hoogleraar geweest in Tilburg, literatuurwetenschap en vervolgens moderne Nederlands letterkunde in Leiden. Ik zei het net al. En daarnaast heeft hij echt een ongelofelijke stapel boeken gepubliceerd. En ik kan er een paar noemen en ik vergeet er een heleboel. En dat moet ook vanwege de tijd, vrees ik. Maar allereerst Marsman natuurlijk, hè, de dichter. Van denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Weer iets heel anders dan Jacob Israël de Haan. Biografie daarover, een boek over Cees Notenboom, over Jeroen Brouwers. Boek over de Bijbel in de literatuur. Recentelijk nog een vuistdik boek over Frans Kellendonk. Daarna ook nog een klein boekje daarover. Vele jaren geleden al schreef hij een boek Decadentie en Literatuur. En daarin, 1987 als ik me niet vergis, en daarin komt Jacob Israël de Haan ook voor. Dus hier komen we in de buurt van de lezing, denk ik, die we zo gaan horen. Jaap Goedeburen is dus altijd al gefascineerd geweest door decadentisme. En ik vind het altijd leuk om te zien dat Jaap Goedeburen er altijd heel mooi gekleed uitziet. Dus hij is zelf ook een soort dandy, denk ik altijd. Ik weet niet of ik me deze opmerking mag permitteren. Maar we krijgen nu een lezing te horen over het kwaad, het decadentisme en het kwaad. En dat is iets wat ik eerlijk gezegd helemaal niet met Jaap Goedeburen associeer. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar zijn lezing en ik denk dat u dat ook bent. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar zijn verhaal en wens u een mooie lezing toe. Succes, Jaap. Dankjewel, Jacqueline. Dat je ook behalve het geschreven werk ook mijn habitus eventjes in het licht zet. Ik moet even denken aan Jacqueline Royaerts. Die was bevriend met Lodewijk van Dijssel. En die schrijft in haar memoires dat van Dijssel was een stuk ouder dan zij. Dat zij af en toe met Van Dijssel terugkeek op zijn dandieske jaren, maar die waren toen eigenlijk al lang voorbij. Dus ik voel me nu een beetje in de situatie dat jij Jacqueline Royaerts speelt en ik Lodewijk van Dijssel. Inmiddels is er achter mij een dia verschenen met twee foto's van twee mannen die u ongetwijfeld meteen herkent. Namelijk, de linker is natuurlijk Jacob Israël de Haan met Kat. En de rechter is Gerard Reven met Kat. En ik heb dat gedaan omdat ik begin eigenlijk met Gerard Reven. Een van mijn grote liefdes, zal ik maar zeggen. Over wie ik af en toe ook wel heb geschreven. En ik begin eigenlijk met iets te zeggen over Gerard Reven. Omdat dat voor mij een aardig opstap is naar wat ik wil gaan vertellen over Jacob Israël de Haan. In hoeverre Gerard Reven vertrouwd was met het werk van de Haan, dat heb ik tot nu toe eigenlijk bij gebrek aan documentatie niet kunnen achterhalen. Ik weet niet of hij zal misschien ooit wel gelezen hebben gedichten van de Haan, want die zijn natuurlijk altijd wel in de kanon blijven staan. Maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat Reven ook bekend was met pijpenlijntjes en patologieën. Ongeacht het feit of Gerard Reven nu echt heel erg vertrouwd was met het werk van de Haan of niet. Het lijkt me duidelijk genoeg
dat er sprake is van een aanzienlijke verwantschap tussen deze twee auteurs. En bij die veronderstelde affiniteit heb ik het dan nog niet eens, heb ik nog niet eens het oog op het feit dat allebei de schrijvers beleidende en praktiserende homoseksuelen waren. En dat was voor De Haan opmerkelijker dan voor Reve, gegeven het homofome klimaat dat omstreeks 1900 nu nog veel sterker was dan in de jaren 60. En ook de gedeelde liefde voor jonge knapen in matrozenpakjes, die hadden ze allebei, zowel Reve als De Haan. Hoe karakteristiek en grappig dat ook is, beschouw ik eigenlijk als een bijkomstigheid. Ik word veel sterker getroffen door de parallellen in de opvattingen van Reve en De Haan over God en geloof. De uiteindelijke dingen, om het Reve te spreken. Hun ideeën over goed en kwaad. Hun ideeën over liefde, seks en erotiek. En ik zal proberen om in dit korte tijdsbestek over al die aspecten iets te zeggen en me daarbij zoveel mogelijk te beperken tot het eigenlijke onderwerp van vandaag. Mijn onderwerp van vandaag, namelijk het schrijverschap van De Haan. Het de literaire kant van De Haan. Hij was natuurlijk, hij publiceerde ook als correspondent van het Algemeen Handelsblad vanuit Jeruzalem allerlei artikelen. En hij heeft natuurlijk ook een proefschrift op zijn naam staan over de significa toegepast op het recht. Maar daar ga ik het allemaal niet over hebben. Van Gerard Reve weten we dat hij zich na het lezen van The Romantic Agony van Mario Praats graag afficheerde als een romantisch decadent auteur. En zo noemde hij zichzelf. En met de keuze voor dat imago oriënteerde hij zich op een traditie die in de jaren 60 van de vorige eeuw al meer dan een halve eeuw in de nabloeifase verkeerde. Hier en daar trok men de wenkbrauwen op. Was Reve's self-fashioning als decadent wel verenigbaar met dat andere door hem gekozen zelfbeeld? Het beeld van de burgerschrijver. Had Reve, die zich uit voorgewende nederigheid wel placht te hullen in afgedragen werkmanskleding, hoegenaamd iets van een dandy? Niet echt. Wat dat betreft heeft mijn leermeester en promotor Gomperts terecht opgemerkt dat een echte dandy van verbijstering en afschuw van zijn stoel zou zijn gevallen als hij had vernomen van Reve's lievelingsgerechten en eetgewoontes. Ik citeer, rauwe wortel, gekookt paardenhart en rauwe koolraap. Alles zoveel mogelijk genuttigd van vetdicht papier op de onderlaag van oude kranten en van de menemens afgeschermd door een jute gordijn. Niet echt dandy-esk. Jacob Issel De Haan was, anders dan zijn tijdgenoten Van Dijssel, ik noemde hem net al, en Couperus, en de door hem hevig bewonderde Oscar Wilde, net zo min een dandy als Reve. De Haan verloochende nooit zijn eenvoudige komaf. Zijn manier van kleden viel niet op, nog door extravagantie, nog door bestudeerde of eenvoud of nonchalance. Hij had geen besef van sprezzatura en was terecht door zee, recht door zee en impulsief, te impulsief eigenlijk om zich anders voor te doen dan hij was. Namelijk een jongen uit een eenvoudig gezin en een hardwerkende social climber. Aan Baudelaire's eis dat een dandy zijn best moet doen om non-stop subliem te zijn en moet leven en slapen voor een spiegel, kon en wilde De Haan niet voldoen. Toch valt er voor iedereen met ook maar een klein beetje literaire historische kennis in te zien dat De Haan zich als aankomend auteur plooide naar de decadente, mede door Baudelaire gevormde mode, die in de jaren 80 van de 19e eeuw vanuit Frankrijk naar Nederland was komen overwaaien. Waarom was De Haan daar zo gevoelig voor die mode? Ik denk dat we op die vraag alleen maar een bevredigend antwoord kunnen krijgen als we verder willen kijken naar het verhalende proza dat De Haan in de eerste fase van zijn schrijverschap produceerde. En dan denk ik vooral aan de zojuist al genoemde romans Pijpelijntjes, Ondergangen en Pathologieën. En aan de nerveuze vertellingen. Wat in die teksten in de eerste plaats opvalt is de nadruk op een thematiek waarmee De Haan, anders dan via de dandy-eske pose, wel blijk geeft van affiniteit met Baudelaire en zijn nachtboeks. Ik denk aan het samengaan van de lust om te kwellen en de behoefte om te lijden. Twee vormen van gedrag die men kan uitleven op anderen met behoud van het eigen slachtofferschap. En het valt te illustreren aan de hand van een bekend gedicht van Baudelaire, Les Fleurs du Mal,
Leonton ton Timoroumenos, alias de zelfkweller, zeg maar de sadomasochist. En ik citeer uit het gedicht twee strofen uit de vertaling van Peter Verstegen. Ik ben het mes en ook de snede. Ik ben de wang, de hand die slaat, de beul en wie de pijn doorstaat, het rad en de gebroken leden, de vampier die mijn hart aanvreet. Ik ben zo'n godverlatene, gedoemd tot eeuwig schateren, die van een glimlach niet meer weet. In zijn biografie van de Haan heeft Jan Fontijn laten zien dat de Haan goed op de hoogte was van de medisch-psychologische literatuur aangaande sadisme en masochisme. De Haan kende het in 1886 verschenen Psychopathia Sexualia van Richard von Krafft-Ebing, destijds een medisch handboek. En hij kende ook diverse afleveringen van het jaarboek voor seksuele Zwischenstufen, zeg maar het toenmalige orgaan voor homostudies af alle letteren. De Haans vriend en collega-schrijver Arnold Anatrino, aan wie de twijfelachtige eer te beurt viel om in Pijpelijntjes model te staan voor het sadomasochistische personage Sam, had als arts en criminoloog veel relaties in dit veld en zal de Haan er ongetwijfeld de weg hebben gewezen. Via Krafft-Ebing deed de Haan kennis op van het sadomasochisme en vernam hij van de naamgever van dit complex, Leopold von Sacher-Masoch, auteur van de vermaarde roman Venus im Fels. In 1911 zou de Haan onder het pseudoniem René de Wit aan het tijdschrift De Gulden Winkel een bespreking leveren van de memoires van Wanda Rumelin, de weduwe van Leopold von Sacher-Masoch. En dat niet onder zijn eigen naam, zoals ik net al zei, maar onder het pseudoniem René de Wit. Jan Fontijn heeft over die schuilnaam René de Wit opgemerkt dat hij een niet mis te verstaande toespeling bevat op de twee hoofdpersonen van de 3 jaar eerder verschenen roman Pathologieën. Maar Fontijn had er nog aan toe kunnen voegen dat de stijl en de aanpak van die recensie over de memoires van mevrouw von Sacher-Masoch gemodelleerd zijn naar de manier van spreken en argumenteren van één van die twee personages, die hoofdpersonen uit Pathologieën. De sadistische en satanische schilder René Richal. René de Wit, alias Jacobus de Haan, vertelt in zijn recensie met smaak de schandaalkroniek van mevrouw von Sacher-Masoch na. Hij staat stil bij diverse afzweepscènes en weet ook nog pikante bijzonderheden door te geven over vorstelijke personages als Ludwig II van Beieren en prins Alexander, de zoon van onze koning Willem III. Ja, aan lage bal geëindigd, zoals u ongetwijfeld weet. Een significant detail in die memoires van mevrouw von Sacher-Masoch, zoals René de Wet alias de Haan dat releveert, betreft een zekere Katharina Strebinger, die een aantal van Sacher-Masochs verhalen in het Frans vertaalde. Ik citeer uit de Haans recensie. Zij was mooi, rijk en wreed. Dus wel een vrouw om een rol te spelen. Zij loog nooit, maar ze zeide de waarheid altijd op de meest wrede wijze. Ze deed met alle mannen precies wat ze wilde. En zij legde er zich speciaal op toe om huwelijken en verlovingen te verbreken. En dan komt er bij wijze van uitsmijter een volgende karakteristiek van deze femme fatale. Een karakteristiek die ook opgaat voor dat personage René Richal uit de Haans roman Pathologieën. Ik citeer. Zij zeide alleen te leven om nieuwe ontroeringen te zoeken. Men zou alleen over deze Katharina Strebinger een roman kunnen maken. Nou, die roman had de Haan inmiddels al geschreven. Hè? Dat was Pathologie. Dus hij moet dat hebben herkend. Het is helemaal geen toeval dat hij, en dat zegt Jan Fontijn ook terecht, dat hij een pseudoniem kiest wat refereert aan Pathologieën. 3 jaar na verschijning van die roman. In de jaren die aan het ontstaan van Pathologieën voorafgingen, had de Haan zich al flink ingelezen in de zojuist genoemde seksuologische literatuur. Krafft-Ebing, Hirschfeld en anderen. Daarnaast wist hij flink te putten uit het werk van de door hem bewonderde decadente auteurs, Oscar Wilde voorop. En dat zal ik nu proberen te verduidelijken door even de handeling van Pathologieën in het kort na te lopen.
dat het ziekelijke en afwijkende en pathologieën centraal staat, blijkt niet alleen uit de titel, maar ook uit het voorwoord. In het voorwoord lezen we: dit is mijn verfijnde en op zeer nerveuze wijze verzorgde beschrijving van de pathologieën van Johan Vere de Wit. Nerveus heeft denk ik nu wat andere betekenis dan destijds, zoals de Haan dat gebruikt. Nerveus betekent waarschijnlijk sensitief, hypergevoelig. Het personage van Johan van Vere de Wit is gesneden uit hetzelfde geurige sandelhout als Des Essaintes, de hoofdpersoon van Wiesmans epochemakende roman Arabour, The Poisonous Yellow Book, zoals het heet in Oscar Wilde's roman The Picture of Dorian Gray. En het is ook de spreekwoordelijk geworden Bijbel van de decadentie, Arabour. Bijbel van de decadentie voor hedendaagse auteurs als Jan Siebelink, Geert de Meijzing en andere geestelijke nazaten van Wiesmans. Wiesmans, die op zijn beurt weer een nazat was van Baudelaire. Johan van Vere de Wit is een uiterst fijn bewerktuigde, zelfbespiegelende en artistiek begaafde jongeling en behalve edelman van geboorte ook aristocraat van de geest. Net als Des Essaintes, die ik zojuist al noemde, maar ook Axel, Baron Charlus en al die andere decadente dandies in het werk van Wiesmans, Villiers de l'Isle-Adam, Proust en andere Franse auteurs. Maar in raffinement en estheticisme vindt deze Johan van Vere de Wit nog zijn meerdere in de al genoemde schilder René Richel, van wie bij de verschijning van pathologieën de mare ging dat hij gemodelleerd was naar de dandy-kunstenaar jonkheer Karel de Nere tot Babberich. Jong overleden, 29 jaar oud, maar in zijn tijd echt een bekende dandy. En een typische Jugendstil à nouveau kunstenaar. Dat is overigens nooit bewezen dat deze de Nere tot Babberich model heeft gestaan voor René Richel. Dat is meer een veronderstelling. De veronderstelling is denk ik wel in leven gebracht, omdat de Haan zelf wel heeft verteld dat de ervaringen die hij toeschrijft aan Johan van Vere de Wit en ook de sadistische behandeling die hij ondergaat, eigenlijk hem zelf ook ooit overkomen is. Hij heeft ooit in zo'n relatie verkeerd. En dan niet ten aanzien van alle trino, maar echt daar nog aan voorafgaande. Toen hij als scholier in Haarlem in de kost lag bij een oom en tante. In de Haans regie belichaamt vooral René Richel alles waar de literaire en artistieke decadentie van het Fin de siècle voor staat. De depreciatie van de natuur ten gunste van de kunst, de straks nog uitgebreider ter sprake komende algolagnie, oftewel de verlustiging en het lijden, de preoccupatie met ziekte en dood, de vlucht in de kunstmatige paradijzen van opium en absint en de tegendraadse en provocerende conversatietoon die à la Oscar Wilde bol staat van paradoxaal geformuleerde one-liners. Nu al deze aspecten in één enkel personage zijn geprojecteerd, is deze René Richel eerder een type dan een realistisch ogend personage. Maar wat mij betreft stijgt hij in één opzicht boven het type uit. Richels onbedwingbare lust om te kwellen en te martelen, het liefst tot de dood erop volgt, en uit de beleving van die lust behalve plezier ook pijn te peuren, maakt hem tot een huiveringwekkende demon. Een karakter dat op gelijke hoogte, of zo men wil op gelijke diepte verkeert, als de perverten in de gothic novels The Italian van Anne Radcliffe of The Monk van M.G. Lewis. En ik denk dan ook aan Emily Brontë's baroneske held Heathcliff uit Wuthering Heights. En ik denk ook aan Dostojevski's boze geesten Stavrogin en Kirillov. Richel is zo'n sadist, is een type sadist die er niet alleen op uit is om van het door hem veroorzaakte kwaad te genieten, maar daar ook onder te lijden. Hij zegt een heauton tumorumenos, zoals Baudelaire dat in navolging van Terentius heeft genoemd. En ik licht dat samengaan van lust en lijden, van plezier en pijn, van verdriet en vreugde toe aan de hand van de volgende tamelijk beklemmende scène. René had in eigendom een hoeveelheid van een oplossing van azijnzure natrium. Hij kleedde Johan soms uit, zo naakt als hij geboren was,
en veegde met de penseel, zorgvuldig, alsof hij een kunstwerk schilderde, van de oplossing heet gemaakt over de huid van Johan. Wanneer de oplossing afkoelde, kristalde de azijnzure natrium daaruit en ontwikkelde daarbij een warmte die de huid van Johan en het vlees daaronder zachtaardig kookte. Deze marteling duurde uren. René zat er droefgeestig naar te kijken. Hij zeide dat hij al de pijnen van Johan op eigenaardige wijze medegevoelde en dat er geen heerlijke vreugde was dan uiterst sterk verdriet. Einde citaat. René Richel wordt in dit samengaan van sadisme en masochisme voorafgegaan door Sam. Het karakter dat in Pijpelijntje samen met de hoofdpersoon Joop gevangen zit in een relatie van het spreekwoordelijke niet met, maar ook niet zonder elkaar kunnen. Wanneer Sam zich uitleeft in het mishandelen van een hond en daarna het mishandelen van een kat, reageert hij op vrijwel dezelfde manier als René Richel, in dat citaat dat ik zojuist gaf, maar ook als de ik-figuur van een beroemd verhaal van Edgar Allan Poe, The Black Cat. Ik citeer uit dat verhaal van Edgar Allan Poe, wat mij betreft een trendzettend verhaal, een kernpassage in de verhalen in de vertaling van Simon Versdijk. En de ik-figuur, de hoofdpersoon van het verhaal, The Black Cat, is hier aan het woord. Toch ben ik van niets zo zeker als dat de perversiteit een van de machtigste drijfveren van de menselijke ziel is. Een van de onherleidbare, oorspronkelijke neigingen of gevoelens die het karakter van de mens bepalen. Wie kan van zichzelf zeggen dat hij niet honderden malen iets slechts of iets onzinnigs gedaan heeft, om geen andere reden dan dat hij weet dat hij het niet doen moet? Zijn we niet voortdurend geneigd, ons redelijk oordeel ten spijt, om voorgeschreven wetten te overtreden, alleen omdat we weten dat het wetten zijn? Deze perverse afwijking verhaaste mijn ondergang. Dit onpeilbare verlangen om de ziel van de ziel om zichzelf te kwellen, om haar eigen natuur geweld aan te doen, om zonde te bedrijven om der zonde willen, die was het die mij ertoe dreef, de marteling die ik het onschuldige beest, dat is natuurlijk die zwarte kat, die ik het onschuldige beest had toen ontgaan voor te zetten en tenslotte met de dood te doen eindigen. Op een ochtend deed ik een touw om zijn nek en hing hem op aan een boomtak. Ik hing hem op, terwijl de tranen me over de wangen liepen en mijn hart door wroeging verteerd werd. Ik hing hem op, omdat ik wist dat ik door zo te handelen een zonde beging, een doodzonde, waardoor ik mijn onsterfelijke ziel dermate op het spel zette dat zelfs de oneindige genade van een barmhartige en strenge God haar niet meer zou kunnen redden, indien dat al denkbaar was. Einde citaat. Van een fragment als dit mag je met grote zekerheid vermoeden dat het Baudelaire, de dichter van dat gedicht over die zelfkweller en bovendien obsessief verzamelaar van allerlei andere bloemen van het kwaad, dat het Baudelaire ertoe heeft gebracht om in Poe een tweelingbroer te ontdekken. Een tweelingziel. Van Baudelaire weten we dat zijn dandyïsme en estheticisme eigenlijk ondergeschikt waren aan een veel zwaarder wegende preoccupatie. Namelijk het van zijn christelijke opvoeding overgeërfde besef dat de neiging om met vrije wil te kiezen voor het kwaad eigen is aan de menselijke staat überhaupt. Het is de mens eigen om met vrije wil te kiezen voor het kwaad. En Genesis begint er al mee. De inleiding van Baudelaire's essay Le Paradis Artificiel wat overwegingen die treffend aangeven waar behalve voor Baudelaire ook voor René Richel en voor Sam en voor Edgar Allan Poe en voor Gerard Reve en voor Jacob Issel de Haan de schoen wrong. Ik citeer uit Baudelaire's inleiding bij de kunstmatige paradijzen, hè, over hashish en wijn. De menselijke staat loopt over van hartstochten. Hij bulkt ervan, om het plat te zeggen. Maar deze ongelukkige geest, waarvan de natuurlijke verdorvenheid even groot is als zijn plotselinge, haast paradoxale geneigdheid tot liefdadigheid en de meest strenge deugden, zit vol tegenstrijdigheden die hem in staat stellen de overmaat van deze bandeloze hartstocht ten kwade aan te wenden. Hij, de mens, denkt dat hij zich nooit met de huid en haar zal verkopen. Hij vergeet in zijn zelfingenomenheid dat hij met zich laat spelen door een verfijnder en sterker wezen dan hijzelf. En dat de geest van het kwaad, gespeld met hoofdletters, als men hem een vinger reikt, beslist de hele hand zal nemen. Einde citaat.
Baudelaire noemt dat verfijnder en sterker wezen niet bij zijn naam, maar we kunnen er zeker van zijn dat hij in een gedicht uit Le Feu du Mal wel wordt genoemd, namelijk in dat gedicht La Litanie du Satan, en de litanieën voor Satan. Ik citeer daaruit de slotstrofe. Glorie en lof zij u, o Satan, in de hoogste hemelen, ooit uw rijk en in de diepste krochten, der hel waar gij verslagen nu in stilte droomt. Maak toch dat eens mijn ziel onder de kennisboom rust vindt bij u en voor uw aanschijn te dien tijde dat hij als nieuwe tempel daar zijn kruin zal spreiden. Het is interessant dat hier de boom van kennis van goed en kwaad natuurlijk ook uitdrukkelijk wordt genoemd, hè? Uit het Genesis-verhaal over de zondeval. Het is deze Satan bij wie René Richel zich beter thuis voelt dan bij onze lieve Heer. Richel manifesteert zich als een volwaardige satanist in zoverre hij zijn opvattingen en zijn gedrag 180 graden laat draaien ten opzichte van datgene wat volgens de gangbare christelijke normen en waarden gewenst en acceptabel is. En ook natuurlijk niet alleen de christelijke normen, maar ook de Joodse normen. Volgens dat omkeringsprincipe wisselen gangbare opvattingen, bijvoorbeeld over wat gezond en ziek is, van positie. Meneer Johan, een van die twee hoofdpersonen van pathologieën, zich erover beklaagt dat René's behandeling hem ziek maakt, dan reageert René als volgt, ik citeer: dat is niet belangrijk, want ik heb jouw ziekte nodig om zelf gezond te worden, gezond op mijn manier. Gerust, de duivel is even gezond als in de hel, als God de Heere in de hemel. Einde citaat. Terwijl de Haan aan pathologieën werkte, schreef hij ook de korte verhalen en schetsen die hij zelf zou typeren als zijn nerveuze vertellingen. Vijf daarvan werden in 1983 onder de titel Nerveuze Vertellingen gebundeld en ingeleid door Leo Ros en Rob Delvigne. Het duo dat de prozaïst De Haan aan het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw definitief op de literaire kaart heeft gezet. Na zijn dood in 1924 was De Haan als prozaïst overvleugeld geraakt en ook weggedrukt door de gelijknamige dichter van het Joodse lied en de kwatrijnen. En dat beeld is natuurlijk heel lang bestendigd, hè, tot in de eerste biografie die over De Haan is geschreven door Jaap Meijer. Jaap Meijer moest van dat vroege prozawerk, dat decadente prozawerk, eigenlijk helemaal niets hebben en vond dat ook eigenlijk maar minderwaardig en inferieur aan de poëzie van De Haan. Het is pas veel later dat wat meer in de aandacht is gekomen en is opnieuw gewaardeerd. Met pathologieën vertegenwoordigen de nerveuze vertellingen de kant van De Haans decadent estheticisme. De andere pijler van zijn verhalende werk, en dat denk ik vooral aan pijpenlijntjes en aan ondergangen, staat in de traditie van het naar voorbeeld van Émile Zola en zijn school gepraktiseerde naturalisme. Naturalisme dat niet minder dan het decadente estheticisme van auteurs als Oscar Wilde, Louis Couperus, George Rodenbach en anderen doortrokken is van een preoccupatie met sociaal en individueel verval. En dat staat in veel naturalistische romans altijd centraal, het verval. Sociaal en individueel. En ook gaat het dan dikwijls over lichamelijke en psychische afwijkingen, over morbiditeit, over perversie en wat iets meer zij. Ik zei al, pathologieën wordt door pijpenlijntjes vooraf gegaan. Waar het gaat om de sadomasochistische verhouding tussen twee mannelijke hoofdpersonen. En in ondergangen keert dat nog eens een keer terug in de verhouding tussen twee zusters die elkaar het leven zuur maken. Vooral de ene zuster ten opzichte van die andere. Thematisch is er tussen dat stilistisch decadente werk en dat stilistisch naturalistische werk zijn er enorm grote overeenkomsten. Echt een constante in De Haans werk. Naarmate in de ontwikkeling van De Haans schrijverschap het primaat steeds verder begon te verschuiven van verhaal en proza naar de poëzie, herwon ook het geloof van zijn vader bij hem aan kracht. Niet alleen nam hij weer volop deel aan de orthodox-joodse gebedsdiensten en religieuze gebruiken, hij werd ook buitengewoon actief in de zionistische beweging en emigreerde in 1919 naar Palestina met de bedoeling om daarbij te dragen aan de vestiging van het Joodse tehuis. En we weten natuurlijk hoe dat afgelopen is. Dat werd zojuist door Jacqueline Bell gerefereerd. Dat is helemaal verkeerd afgelopen. Hij heeft zich daar
van gedistanceerd en dat heeft hem het leven gekost. Maar het is opvallend dat De Haan ook ten tijde van die terugkeer naar zijn religieuze wortels gewoon is doorgegaan met het thematiseren van de homoseksualiteit, al dan niet in relatie tot de problematiek van goed en kwaad. In zijn zogenaamde libertijnse liederen, dat is nogal een sprekende titel in dit verband, bewerkte hij de roman Le Libertin d'Anvers van zijn Belgische collega en vriend Georges Eekhout, die net als hij een voorvechter van de homoseksuele emancipatie was en die voor De Haan ook een ware steunpilaar is geweest toen De Haan bij de verschijning van Pijpenlijntjes in enorme problemen kwam. Het schandaal wat toen losbarstte en wat De Haan natuurlijk zijn baantje bij het Socialistische Dagblad Het Volk heeft gekost, waar hij het kinderhoekje verzorgde en uiteindelijk ook zijn baan als onderwijzer. Hij is toen rechten gaan studeren en werd uiteindelijk privaat docent in de rechten hier aan deze universiteit, voordat hij naar Palestina emigreerde. Ik zei al, hij bewerkt in die libertijnse liederen bewerkt hij Les Libertins d'Anvers. En in die poëtische bewerking van die tekst, van dat verhaal, van die roman van Eekhout, is de hoofdpersoon een zekere Loïd, een personage uit de 15e, 16e, 15e eeuw. Een homoseksueel en de leider van een ketterse sekte die op gruwelijke wijze ter dood wordt gebracht. Net als in Pijpenlijntjes, Pathologieën en Ondergangen komen in dat gedicht, in dat lange gedicht waarin die roman van Eekhout wordt bewerkt, komen er drie lijnen tezamen, namelijk de homoseksualiteit, het al dan niet sadistische geweld en het bewust afwijken van maatschappelijke conventies, vooral dat ketterse. De Haan liep wat dat betreft nog steeds mee met de door hem bewonderde decadenten. Dus door hem stelselmatig als een martelaar neergezette Oscar Wilde voorop. Maar in de confrontatie met wat sociaal aanvaardbaar wordt geacht, ging hij in zijn hoedanigheid van auteur veel verder dan de meeste van zijn literaire voorbeelden en geestverwanten. Meer dan eens is dan ook al opgemerkt dat De Haan met het thema van de homoseksualiteit niet inzette om de bourgeois-moraal te provoceren, zoals dat bij de meeste decadenten wel het geval was. En dat zelfs op een manier waarbij niet goed valt uit te maken of die schrijvers nu zelf voor of tegen homoseksualiteit zijn. Het is vaak het ene en het andere. Nee, voor De Haan was homoseksualiteit iets volkomen natuurlijks en vanzelfsprekends. Vooral in Pijpenlijntjes is dat goed op te merken, maar ook in Pathologieën wordt dat totaal niet als een probleem gezien, de homoseksualiteit, voor de hoofdpersoon Johan van Veren de Wit. Hij zit daar als het ware niet mee. Hij zit alleen maar met de behandeling die hij ondervindt van zijn minnaar René. In die tamelijk onbekommerde acceptatie van zijn seksuele identiteit, voor zover De Haan daar in geschriften blijk van geeft, veranderde pas iets in de laatste fase van zijn leven en zijn werk als dichter. Een fase die inzet als hij na een diepe geestelijke crisis omstreeks 1915 voorgoed terugkeert tot het orthodoxe jodendom. Pas dan wordt zijn homoseksualiteit een met schuldgevoel beladen probleem. Maar ook al laat De Haan in het openingsgedicht van zijn bundel Het Joodse Lied God zeggen dat zijn zonden zijn weggewist als waren ze vluchtige wolken, toch liet nog hij zelf, nog dat lied af van zijn lusten. Dat staat letterlijk in de eerste bladzijde van Het Joodse Lied. Zijn lied liet ook niet af van zijn lusten. Zijn lied bleef doortrokken van zijn lusten. En de kwatrijnen, het laatste grote dichtwerk van De Haan, voor het overgrote gedeelte ontstaan tijdens zijn verblijf in Palestina, die kwatrijnen leggen daar ook op een indringende manier getuigenis van af en laten zien dat De Haan weliswaar van zonde en lust kon genieten, maar nooit zonder daarover ook wroeging te voelen. In een aantal varianten beschreef hij hoe verscheurd hij was tussen de religieuze plicht en de roep van het vlees. Ik citeer een van die zeer bekende gedichten. Waarom ga ik op het avonduur, het teder avonduur, naar de heilige muur? Omdat mijn hart tot God zijn smarten klaagt? Of omdat Hassan daar mij vleit en vraagt? Ook van de lust in het lijden, of het nu De Haan zelf beschoren was dan wel iemand anders, kon De Haan geen afstand doen.
zoals blijkt uit een ander in Jeruzalem geschreven kwatrijn. Geheel in lijn met de decadente esthetiek ligt het geweld hier ingebed in pracht en praal. Ik citeer. Hij werd gegeeseld tot bloedende slagen, een lieve dief, zo schoon, van 13 jaar. Mijn droom, door geur van rode rozenhagen ging hij, zijn bloed als rozen zwaar. In het samengaan van de wil om zich te laten gaan in de lust en het kwellende besef dat hij zich daarmee schuldig maakte aan de overtreding van een heilig taboe, komt de haan Gerard Reven nabij. En eens te meer ook Baudelaire, die in het 150ste en laatste gedicht van Le Fleur du Mal de dood, die oude kapitein van de boot die de rivier van de dood overvaart, vroeg om hem anywhere out of this world te brengen, naar hemel of hel, dat deed er niet toe. En om daar een parallel uit de kwatrijnen naast te leggen, citeer ik het volgende gedicht. Kan niemand de dienaar zijn van twee heren? Ik bediende God en Satan beide, met ene lust en één verblijden, en voor mijn hart en beider enen goed verteren. Tegendraadse gelovigen, die er aan toe zijn als Baudelaire, de haan en Reven, geven vaak toe aan hun mystieke verlangen naar het grote niets aan gene zijde. Die andere werkelijkheid waar het er helemaal niet meer toe doet of God nu wel of niet bestaat. En ook niet of God uitsluitend goed is, dan of hij, behalve het goede, ook het kwade insluit. Aan zijn biechtmoeder Josine Meijer schreef Gerard Reven eens, ik citeer. Als God liefde is, dan is ook God onderwerping, offer en lijden en bevat God ook wel degelijk zonde. Einde citaat. De haan ging Reven voor met meer dan één gedicht waarin hij vrijwel hetzelfde zegt. En die gedichten uit de kwatrijnen vormen het slotakkoord van Jacob Israël de Haans voortijdig afgebroken kweesten naar een God van goed en kwaad die zich niet laat kennen als schreven nog zo hard. Ik smeek tot uit mijn diepste ellende, schoon ik zeker weet dat gij niet bestaat. Ik dank u voor uw aandacht. Hartelijk dank voor deze schitterende lezing over lust en leed. Jacob Israël de Haan in het teken van de decadentie. We hebben veel gehoord over sadomasochisme. Maar je hebt het werk van Jacob Israël de Haan mooi geplaatst in de Europese context. Heel interessant om te zien. En vervolgens ook nog de rode lijn in het oeuvre van Jacob Israël de Haan laten zien. He, dus dat zowel decadentisme als naturalisme eigenlijk alles doortrekken. Heel mooi ook hoe je uiteindelijk alles met de biografie in verband hebt gebracht. Ik denk dat er in het land waar iedereen met de rode oren heeft geluisterd naar dit mooie verhaal veel vragen zullen zijn. Die kunnen we helaas niet via de streaming tot ons laten komen. Dus ik denk dat iedereen maar met jou in mailcontact moet treden die je graag vragen wil stellen. Ik dank je heel hartelijk voor deze mooie lezing. En we hebben een klein presentje om je in materie te bedanken. Dankjewel voor je complimenten. Graag gedaan. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Jacob Israël de Haan lezing. Ik dank iedereen voor zijn of haar belangstelling. Ik vond het zelf heel mooi en ondanks het kleine maar zeer geïnteresseerde publiek dat hier aanwezig is om hier deze lezing van Jaap Goedigeburen te horen. U kunt zich, voor zover dat nog niet het geval is, ook aanmelden als lid van het Jacob Israël de Haan Genootschap. Er staat een mailadres op de slide. Jacob Israël de Haan Genootschap @gmail.com zonder trema, als ik me niet vergis. Graag zien wij u allemaal volgend jaar weer terug bij de volgende Jacob Israël de Haan lezing. Dank voor uw aandacht.